Waarom is het zo belangrijk om een goede balans te vinden tussen geven en nemen? Ik heb hierin ook verteld in het filmpje, het YouTube-filmpje, partnerrelaties gezien vanuit het perspectief van familieopstellingen. En dat filmpje kun je vinden, mijn YouTube-kanaal, Modita van Zummeren, heeft diverse playlists. En in de playlist familieopstellingen kun je dat filmpje vinden. Ik zal er heel in het kort nog iets over zeggen. Als je een goede relatie wilt met je partner, en dat geldt ook voor een goede relatie met je vrienden, dan is het belangrijk dat als de ander jou iets geeft en je houdt van die persoon, dat je die net iets meer teruggeeft. Dan is er een cirkel van, een spiraal van positiviteit. En als die ander je iets slechts geeft, iets negatiefs geeft, is het belangrijk dat jij ook iets terugdoet wat negatief is, om de balans te houden. Maar als je van die ander houdt, doe je iets terug wat net iets minder erg is. Ik leg dat ook uit in dat filmpje wat ik net noemde. Als jij niks terugdoet, als iemand iets negatiefs tegen je doet, dan gedraag je jezelf als heiliger dan die ander. Dan heb je een houding van, oh, ik sta hier boven, hier ben ik te goed voor. En dat vernedert die ander. Dat komt de relatie niet ten goede. Het is nodig dat als er iets gebeurt wat niet fijn is, dat je dat ook laat merken. Dan blijft het in evenwicht en dan voelt die ander zich uiteindelijk gerespecteerd. Die hoeft zich niet schuldig te voelen van, oh, ik heb dat vervelende naar die ander gedaan en ik sta bij die ander in de schuld. En dat is heel belangrijk, ook in vriendschappen die geen partnerrelatie zijn, om dat in de gaten te houden. Het kan zijn, ik ken van mezelf bijvoorbeeld de neiging om alsmaar te blijven geven. Cadeautjes, kaarten te sturen, appjes te sturen. En ik vind het veel moeilijker zelf om te ontvangen. En het is voor veel mensen moeilijker om te ontvangen. En waarom? Omdat als jij ontvangt, sta je in feite bij die ander in de schuld. Dat voelt als een schuld. Dat is zo ingebouwd in ons systeem. En die schuld heeft iets goeds in zich. Dit is iets wat ik zeg vanuit het perspectief van familieopstellingen, waarin ik dit zo erg gevoeld en geleerd heb. De schuld die je hebt als je iets ontvangen hebt, is goed in die zin van dat je je geroepen voelt van binnen om zelf ook iets te doen. Om die schuld weer te vereffenen. En daardoor blijft er balans tussen geven en nemen. Maar als ik dus door alsmaar te geven, die weegschaal in disbalans brengt. Stel dat dit geven is en dit nemen. En ik geef en geef en geef en geef. En het nemen is er bijna niet. Is er een disbalans? En wat er gebeurt is, diegene die alsmaar genomen heeft van mij, kan dat niet langer meer uithouden. Dat is vernederend. Dat geeft een heel vervelend gevoel voor die ander. En wat er dan bijvoorbeeld gebeurt, is dat diegene de vriendschap verbreekt. In een partnerrelatie is het ook zo dat de partner die het meeste genomen heeft, die verlaat de relatie meestal. En dat voelt dan als heel oneerlijk voor degene die alsmaar gegeven heeft. Want die denkt, ik heb zoveel gegeven en nou verlaat die ander de relatie ook nog eens een keer. Nee, het is andersom. Die ander die verlaat juist de relatie omdat jij zoveel gegeven hebt. En omdat die zich niet meer gelijk voelde aan jou.
En dat speelt ook wat betreft geld. Heel veel mensen denken van, oh, het is goed als ik een diensten bewijs aan een ander vanuit het werk en ik doe dat gratis. Vooral in de hulpverlenende beroepen gebeurt dat nogal eens. Als iemand ondernemer is, dan denken sommige ondernemers van, oh, ik moet niks vragen of ik moet heel weinig vragen. Want die ander die zit in nood en ik moet daar iets voor doen en dat is slecht om daar geld voor te vragen. Nee, het is heel goed om daar geld voor te vragen. Dat zorgt ook dat die ander in zijn waardigheid blijft. Die ander neemt iets van jou en geeft daar ook iets voor terug. Dus bij die ander voelt het als een goede balans, ook al zullen sommige mensen vragen van, kun je iets niet gratis voor me doen? Daar zit dan ook vaak weer van alles onder bij die persoon, waardoor die misschien een gevoel van nooit genoeg hebben of verongelijkt zijn over wat die persoon niet in zijn leven heeft gekregen. Maar jij helpt die persoon daar niet mee door geen geld voor jouw diensten te vragen. En als je alsmaar dingen gratis blijft doen of voor heel weinig geld, gaat dat ook wringen bij jezelf, want ook bij jouzelf is dan alles uit balans. Want je doet een hele inspanning voor wat je geeft en je krijgt er niets voor terug. En dat gaat zich uiteindelijk wreken, ook naar je cliënten. Dus het is belangrijk als jij merkt, ik ben dingen aan het sturen. Bijvoorbeeld kaartjes of cadeautjes of lieve berichtjes. En van die ander komt niks terug. Dan is het nodig om je in te houden. Om zelf ook niks meer te sturen. En om bij jezelf na te gaan, als je wel dingen wilt blijven geven en sturen, wat is er bij mij? En heel vaak zit daar bijvoorbeeld achter dat je aardig gevonden wilt worden door die ander. Of dat je het nodig hebt dat die ander dankbaar is voor jou. Dus dan is het nodig om te kijken waar mis jij zelf de vervulling of waar mis jij zelf het gevoel van eigenwaarde of zelfliefde? Of waar heb jij nog te ontvangen van jouw ouders? Heel vaak is dat het geval. En als dat laatste het geval is, wat heel vaak zo is, dan kan een familieopstelling bijvoorbeeld daar weer meer inzicht in geven en een helende beweging in geven. Dus het is een dagelijkse job die we hebben in feite om heel zuiver in de gaten te houden van is mijn handeling van geven of nemen gepast? Neem ik te veel of geef ik te veel? En het onderzoek bij jezelf, tenminste dat is mijn ervaring, ik kan het beter over mezelf hebben, het onderzoek bij mijzelf over alle dynamieken die in stand komen als ik merk dat ik te veel geef, wat daarachter zit, of als ik te veel neem, is zo interessant, geeft zoveel groei. Tenminste, mij heeft dat heel veel groei gegeven. En het is nog dagelijks voor mij een uitdaging om meer te durven ontvangen. En om niet alsmaar door te gaan met geven. Terwijl er in het delen, hè, net zoals dat ik nu iets deel, dat geeft mij ook weer heel veel rijkdom. Ik voel dat ik bij dit delen ook tegelijkertijd ontvang, omdat ik voel dat jij aanwezig bent en luistert en er een uitwisseling is, ook in de reacties die er soms zijn onder het YouTube-filmpje. Betekent helemaal niet dat je een reactie moet geven, want daarin vind ik de vrijheid heel belangrijk. Soms heb je gewoon geen zin om te reageren. Je hoeft ook niet te reageren voor mij. Want ik voel de voldoening van het delen hiervan
voel ik zelf al. Dus in die zin geef ik en ontvang ik tegelijkertijd al, ook als er helemaal geen reacties komen. Ja, dit is wat ik wilde delen over geven en nemen.